Tijdens een inval van de politie is een kok Yin-Yu-Fa van mij meegenomen door hun. Hij heeft op dat moment geen werkvergunning. Daarna werd ik gewoon uitgenodigd door de politie om op het politiebureau te komen voor een uitleg. De man schuift twee A4'tjes naar me toe. Dit is een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Kloppen alle gegevens nog? Ik laat mijn ogen snel over het papier gaan. Ik ga tijdens dit verhoor vragen stellen over de onderneming. Dan bedoel ik dus deze onderneming. Begrijpt u dat? Ik blaas even op de koffie en neem voorzichtig een slokje. Ik denk dat ik het wel begrijp. Nederland is natuurlijk niet mijn moedertaal, maar ik denk dat ik de taal voldoende machtig ben om te begrijpen over welke onderneming deze ambtenaar mij vraagt gaat stellen. Ik knik. De jonge vrouw zit driftig te typen. Waarschijnlijk noteert zij alle antwoorden die ik geef. Ik weet niet wat ze schrijft als ik alleen maar knik. Ja, ik snap het. Na een paar standaardvragen komt ze ter zake. Sinds wanneer is Fa bij u in dienst? Sinds 3 jaar. Wat is zijn functie? Kok. Werkzaamheden verrichten Fa ten tijde van de controle. Aha, nu komen we aan het spannende gedeelte. De vraag is suggestief en vraagt dat de ambtenaar zijn mening al gevormd heeft. Yin-Yu verricht geen werkzaamheden. Was het maar waar dat hij werkzaamheden verrichtte? Dan was de rest van het personeel niet zo overwerkt. Niet alleen mijn kok, maar is ook mijn nichtje die op bezoek was, meegenomen. En dat wist ik achteraf pas. Ik heb haar echt niet gemist. Zij gaat ook geen werkvergunning, maar dat is niet nodig. Zij was alleen op bezoek bij mij. Wat was Chun aan het doen in de onderneming? Geen idee, ik was in de keuken. Wij hebben Chun werk zien doen. Zij pakte bakjes met eten in papier en deed die in een plastic tasje. Zij gaf dit tasje aan een andere medewerker, die de bestelling aan een klant meegaf. Wat is uw reactie hierop? Dit is het dus. Mijn nichtje heeft geholpen bij het inpakken van bakjes. Ik werk 12 uur per dag om een restaurant draaiend te houden. En ik kan geen personeel krijgen omdat die te lui zijn om te werken. Mijn landgenoten hangen de hele dag met een uitkering in een hokhal. En ik krijg zometeen van de arbeidsinspectie de hoofdprijs. Omdat mijn nichtje wel haar handen uit de mouw steekt. Bodhisattva Bodhye Moho Sattva Bodhye Moho Kya.